Ik ben Chantal de Waal en ik werk als manager professional services bij Pinkelkade. Mijn naam is Giel Smit en ik ben product manager bij Pinkelkade. Ik ben Renske Landeweert en ik ben account manager bij Pinkelkade Healthcare. Ik ben Heintje Tenge en ik ben account manager bij Pinkelkade Healthcare. Na 20 jaar gewerkt hebben in de financiële dienstverlening, wilde ik heel graag werken bij een organisatie die het verschil kan maken. En ik kan me heel erg identificeren met waar Pink voor staat, namelijk die administratieve last en druk in de zorg verminderen. Nou, ik wilde graag actief zijn in de zorg, maar ik ben motorisch niet zo heel handig. Dus ik heb ervoor gekozen om ooit gezondheidswetenschappen te gaan studeren. En ik zocht naar een manier waarop ik dat praktisch toepasbaar kon maken. Ik hoopte eigenlijk toen, 7 jaar geleden, dat ik een soort bijdrage kon leveren aan het verbeteren van de zorg. En dan in de breedste zin van het woord. Maar ook om het werk voor iemand die in de zorg, om dat wat te vergemakkelijken, zeg maar. Om dat wat makkelijker te maken. Als accountmanager in de hardware werk ik meerdere jaren. En dat doe ik in combinatie met mijn gezin, met 3 kinderen, waarvan de middelste, Vincent, gehandicapt is. En als je dan in die combinatie zit van werk en privé, komt bij mij, is op een gegeven moment de vraag opgekomen, hoe kan ik dat combineren? Het wordt heel tastbaar op het moment dat het dichtbij komt. En voor mij was dat in 2015. Die kerst van 2015 was een hele bijzondere. Omdat mijn dochter net geboren was, maar ook omdat mijn vader toen net met kanker geconstateerd werd in zijn mondgebied. Dus zijn gebit was gesaneerd en we wisten dat hij bestraald zou worden. En hij kreeg een pechzonde. En dan 2 keer per dag kwam de wijkverpleging langs om die pechzonde opnieuw aan een soort van infuus te koppelen. Het gebeurde om 9 uur 's ochtends en om 9 uur 's avonds. En dat markeerde het begin en het einde van zijn dag. Hoe kan ik mijn privéervaring die ik in al die jaren heb opgedaan, hoe kan ik die ook weer inzetten in mijn dagelijkse werk? Vincent is 23, is 4 jaar uit huis inmiddels, dus woont 4 jaar in een zorginstelling. Daarvoor hebben we hem met ondersteuning altijd thuis gehad. En die ervaring, ja, daar was ik op een gegeven moment naar op zoek, hoe kan ik dat ook in mijn werk toepassen. We hadden ons kerstdiner op tweede kerstdag al bewust om 6 uur gepland. Zodat hij daarbij kon zijn. Omdat wij ook niet wisten hoe het vervolgtraject eruit zou zien. In plaats van om 9 uur stond die wijkverpleegkundige uiteindelijk om 7 uur op de stoep. En dat maakte dat hij dat kerstdiner niet af kon maken. En dan merk je hoe belangrijk het is. Hoe die communicatie tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en patiënten plaatsvindt. Voordat ik bij Pink kwam werken, toen keek ik tegen de zorg aan als meer vanuit mezelf, niet als patiënt zijnde. Ik had toen eigenlijk nog weinig te maken met de zorg. Tot 4 jaar geleden, toen heb ik borstkanker gekregen en ben helaas sinds die tijd ook zelf patiënt. En dan merk je ook hoe belangrijk het is dat er goed gepraat wordt met elkaar, dat gegevens snel inzichtelijk zijn, dat artsen onderling gegevens kunnen uitwisselen zonder dat je daar zelf als patiënt de hele tijd achteraan wil zitten, achter de informatie. Dus ja, ik ben wel anders naar zorg gaan kijken, toch wel. Wat me echt drijft iedere dag weer is het feit dat mijn vader als jong dementerende in een gesloten groep heeft gewoond een aantal maanden. En de passie en betrokkenheid en de zorg die hij daar kreeg was echt heel bijzonder om te zien. Ik zag tevens ook natuurlijk wel de enorme druk die zij hadden als het gaat om administratie. Nou, het verschil wat ik nu kan maken is mijn mensen zo optimaal mogelijk inzetten om onze klanten te ondersteunen. En uiteindelijk ervoor te zorgen dat de mensen in de zorg toekomen waar ze voor zijn. Namelijk hele goede zorg verlenen. En dat is wat mij drijft.